Ik denk dat ze opgelucht zijn bij Talpa. Ja, want dieper dan dit, lager dan dit, kunnen ze niet zakken. Heb je het gezien? Heb je het gezien? De quiz met ballen. Ja, dat was op tv. Nou, vrienden, het is werkelijk ongelooflijk. Onvoorstelbaar. En ik vraag me gewoon, ik kan twee dingen gewoon niet volgen. Ik kan twee dingen niet volgen. Als je, heb je de quiz waarschijnlijk niet gezien? Nou, dat was gewoon een vraagje beantwoorden. En dan moest je gaan staan. En dan komt er een bal van achteren op je afgerold. En als je het dan fout hebt, dan duwt die bal jou. En dan val je dus een zwembadje in. Zo'n studiozwembadje. Nou, het is werkelijk nog niet eens jaren 50. Nee, ik denk dat Ron Brandsteder en hoe heet die Fred Oster? Die hadden gezegd van nou, hier begin ik niet aan hoor. Nee, zo lullig, zo truttig. En dat, die bagger, die zenden ze dan weer uit bij Talpa. En ik kan het gewoon niet volgen. Ja, dan zeggen zij natuurlijk van, maar we gaan zo'n formatje gaan we lekker verkopen aan het buitenland, aan Azië of zo, weet ik wel. Die vinden het leuk als die mensen zo in het water vallen. Ja, maar goed, je kan bagger wel exporteren, maar dan blijft het wel bagger, vrienden. Zo zit het wel. En in ieder geval, ik kan het niet volgen hoe dat dan gaat in zo'n vergadering, dat je dan hiermee komt en dat er dan niet één iemand zegt daar, van die hele directie, van al die geweldige, briljante geesten daar, of de John zelf, en dat die dan zeggen van, nee, dit gaat veel te ver, vrienden, dit gaan we niet doen, we hebben al zoveel flops achter ons naam staan, nee, dit gaat niet door, niemand, en gewoon uitzenden. Ja, en wat ik dan ook helemaal niet kan volgen, dat is dan die Johnny de Mol. Die heeft net een enorme afgang gehad met 7:30. En die heeft een tijdje even onder de radar geweest. En nou ja, goed, en die gaat dan weer werken aan zijn comeback. En dan moet dan de grote, triomfantelijke terugkeer zijn. Wauw. Heeft hij dan nooit gedacht, niet één keer gedacht, bij zichzelf, oh, hier moet ik helemaal niet aan beginnen. Laat ik wachten tot het programma voorbij komt, wat precies bij mij past. Ach. Vrienden, wat een ellende. Nou ja, leg mij maar uit waarom ik dit allemaal niet kan volgen.